Hallootjes, ik ben er weer. En met Subway Surfers. Subway Surf kan ook. En we gaan weer beginnen met dit ding. Ja, ik weet niet wat het inhoudt. Hier, kijk. 18 keer, zien jullie dat? Helemaal bovenin. 18 keer de distance. En nu 9 keer. Mooi. Oh. Mystery box. Het is altijd fijn om op treinen te lopen. Kijk jongens, heel dom. Pok. Hey. Chill. Sleuteltje. Ik doe altijd mijn hoverboard als het heel moeilijk wordt. Hoe komt dat nou hier? Oh, ik had die vleermuis. Oh, die was echt pro. Hey, volgens mij heb ik een high score. Ik heb helemaal geen high score. Alleen zie ik de foto. Dat is echt nieuw, jongens. Pack opening. Oeh, wel een high score. Ik heb alleen veel minder muntjes. En die vleermuis daar bovenop ga ik niet pakken. Dat kan ik ook niet. Mystery box. Die was helemaal net. Even een trickie hoor. Hier, hup. Die zag ze hoog. Boom. Ik ga gewoon hier. Ik ga niet voor die trein heen duiken. Heel gevaarlijk, nooit doen. Oh, dit is fijn hoor. Kijk. Hup. En daar komt een trein, dat weet ik wel. Hup. Dan pak ik gewoon de veiligheid. Oppassen voor die stoplichten. Kijk, dat was een stoplicht. Pack opening. Weer hoverboards. Ik doe nog wel even voordat we die haai hebben. Als jullie Subway Surfers deel 1 hebben gezien, weten jullie dat ik voor een haai aan het sparen ben. Hey, mystery box. Echt nu. Nou ja, ik wil hem meteen openen. 3, 2, 1. Hold up. Oké. Boink. Slim. Ik ga zo even wat kijken wat mijn missie is. Zodat ik wat sleutels kan verzamelen. Oh, die was echt maar net. Gestunt. Doink. Stunt en rol. Hoe kan ik hier nou weer in stunt? Oh, ik stond erop. Ja.
Hoe nieuw ben ik? Home. Me. Award. Hey, ik heb 100 power-ups gepakt. Awards. Oh, 5 outfits. Ja. Oh, 5 boards. Tinkies. Die moet ik uit een kist halen en dan krijg ik het. Oké, dat is moeilijk. Bovenop de brug zit wel een vleermuis, maar daar kan ik niet bij, ben ik bang. Dat was echt noob. Het was even een storing, jongens. Ik glitchte mij nou. Maar... het is weer gemaakt. Speel eens even goed, Thomas. Mystery box halen. Wat was dat? Kijk. Wat is dit? Nee, dat wil ik niet. Ik zie jullie zo weer terug. Hij is weer klaar. Hey, hij zwaaide. Mijn doel is nou gewoon om 100 muntjes te halen. Het is ook gewoon vet easy. Hoe komt dat? Double distance. Ik hoop dat jullie de vorige video van Subway Surfers ook hebben gezien. Thomas, je bent noob! Oplet. Die kinderwagens met tentakels. Ze staan allemaal langs weg. Er komen krokodillen. Boing, boing. Oh, dit is fijn. Een magneet bij een jetpack. Oh, magneet is afgelopen. Ik hoefde alleen maar in het midden te vliegen en ik kreeg alle muntjes. Daar beneden zat een vleermuis. Ik zie daar wat. Ik zie daar wat. Oh, dit is een fijn stuk om een magneet te hebben. Heerlijk. Al die muntjes. Oh nee. Schoen is mijn redding. En soms ga ik er ook door dood.
Maar dan komt het er ook door omdat ik zo moe ben. Omdat ik zo moe ben. Wow. Omdat ik zo moe ben. Hoe komt dat? Dit is mijn laatste run, jongens. Er was weer een kleine storing. Want er gebeurde dit. Pok. Maar dan ging hij dood. En nu niet. Jongens, zit hier iemand met de deur te slaan in huis? Niet normaal. Hey. Dat is leuk. Dat is even een tijdje geleden dat we die hadden. Maar dit is wel echt mijn laatste run. Fall damage. Je zag zo. Oh, miss. Oei. Daar zat een vleermuis. Had ik hier met mijn magneet. Ik dacht even dat ik hem niet had gepakt. Oh ja, maar ik wil gewoon lang blijven leven. Nou boeien die muntjes mij niks meer. Ik ga gewoon op de weg waar geen muntjes zitten. Want er komen ook geen treinen. Nou ja, bij dat stuk niet. Hier wel. Net op tijd gebukt. Hoe kon ik die niet pakken? Oh, net op tijd gebukt. Hey. Doei. Ja, ik zag dat daar een vleermuis zat. Dan heb ik liever echt vet veel muntjes. Als je 25 vleermuizen verzamelt, dan krijg je wel 7 sleutels. En dat is ook fijn. Maar ja. Nou, dat was eigenlijk een soort van verspilling van mijn overboord. Dat was ook een soort van verspilling. 444 points. Dag mensen, ik hoop dat jullie het kijken leuk vonden. Like!